Hoofdstuk 22 van Niels Holgerssons Wonderbare Reis. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgerssons Wonderbare Reis door Selma Lagerlöf in de vertaling van Margaretha Meiboom. Hoofdstuk 22. De nonnen. Verscheidene jaren later lag Kar op een morgen te slapen op de stoep. Het was in de voorzomer, in de tijd van de korte nachten, en het was helder dag, hoewel de zon nog niet op was. Toen werd Kar wakker, doordat iemand hem bij zijn naam riep. Ben jij het, Grauwvel? Vroeg Kar, want hij was gewoon dat de eland hem bijna iedere nacht even kwam bezoeken. Hij kreeg geen antwoord, maar hij hoorde weer dat iemand hem bij zijn naam riep. Hij meende de stem van Grauwvel te herkennen en liep zo gauw hij kon op het geluid af. Kar hoorde dat de eland voor hem uitsprong, maar hij kon hem niet inhalen. Hij rende het dennenbos in, waar het dichtste was, zonder zich aan pad of weg te storen. Kar had alle moeite om het spoor niet te verliezen. Kar, Kar, hoorde hij roepen, en het was de stem van Grauwvel, maar met een klank die de hond er nooit in had gehoord. Ik kom, waar ben je? Antwoordde de hond. Kar, Kar, zie je niet hoe alles valt, vroeg Grauwvel. Kar zag toen dat er onophoudelijk dennennaalden vielen, als een lichte regen. Ja, dat zie ik, riep hij, maar liep tegelijk het bos in om de eland te zoeken. Grauwvel liep snel voor hem uit, dwars door het kreupelhout. En Kar was opnieuw bijna het spoor bijster. Kar, Kar, schreeuwde Grauwvel met angstig geloei. Merk je niet hoe het ruikt in het bos? Kar bleef staan en snoof. Hij had er eerst niet op gelet, maar nu merkte hij dat de dennen een veel sterker geur verspreiden dan ze anders deden. Ja, ik merk hoe het ruikt, zei hij, maar gaf zich niet de tijd om na te gaan hoe het kwam. Hij liep door, Grauwvel achterna. De eland sprong weer voort met zulk een vaart dat de hond hem niet kon inhalen. Kar, Kar, riep hij een poos later. Hoor je niet hoe het knapt in de takken? Nu klonk de stem zo droevig dat die stenen zou kunnen vermurwen. Kar bleef staan om te luisteren en hoorde een zwak, maar duidelijk knappen boven in de bomen. Het klonk als het tikken van een horloge. Ja, ik hoor het knappen, riep Kar en ging nu niet verder. Hij begreep dat de eland niet wilde dat hij hem zou volgen, maar dat hij zou letten op iets dat in het bos gebeurde. Kar stond onder een den met zware slepende takken en grove donkergroene naalden. Hij bekeek de boom nauwkeurig en vond dat het was alsof de naalden zich bewogen. Toen hij nog dichterbij kwam, ontdekte hij een menigte grauwwitte larven die zich voortwerkten langs de boomtakken en van de naalden aten. Er waren een massa op elke tak. Zij knaagden en aten. Het knapte voortdurend in de boom. Dat waren al die werkende kaken. Afgebeten naalden vielen aanhoudend op de grond en uit de arme takken stroomde een geur zo sterk dat de hond er last van had. Die den daar zal niet veel naalden behouden, dacht hij, en keerde zich naar de volgende boom. Dat was ook een grote, statige den, maar die zag er ook al zo uit. Wat kan dat wezen, dacht Kar. Dat is toch zonde van die mooie bomen. Die zullen gauw al hun schoonheid hebben verloren. Hij ging van de ene boom naar de andere en probeerde erachter te komen hoe het met hen was. Dat daar is een spar. Die hebben ze misschien niet aangedurfd, dacht hij. Maar ze hadden ook de spar aangetast. En daar een berk. Ja, daar ook, daar ook. Dat zal de boswachter wel niet aanstaan, dacht Kar. Hij sprong het kreupelhout verder in, om te weten te komen hoe ver de verwoesting al gegaan was. Waar hij kwam, hoorde hij hetzelfde tikken, rook dezelfde lucht, en overal viel dezelfde naaldenregen. Hij hoefde niet meer stil te staan om te zien. De kleine larven waren overal. Het hele bos zou al gauw door hen zijn kaal gegeten. Plotseling kwam hij op een plek waar geen geur te merken en alles doodstil was. Hier is een rijk uit, dacht de hond.
bleef staan en keek rond. Maar hier was het nog erger. Hier hadden de larven hun werk al voltooid en de bomen stonden zonder naalden. Ze waren als dood en het enige wat er nog aan hen te zien was, was een massa verwarde draden die de larven hadden gesponnen om als bruggen en wegen te gebruiken. Hier, tussen de stervende bomen, stond Grauwvel op Karr te wachten. Hij was niet alleen. Bij hem stonden vier oude elanden, de aanzienlijkste in het bos. Karr kende hen. Het waren Kromrug, een kleine eland, maar die groter bult had dan enig ander, Kroonhoorn, de statigste van het elandenvolk, een Ruigmaan met zijn dikke pels, en een oude eland met hoge poten, die Grootsterk heette, en vreselijk driftig en strijdlustig geweest was, tot hij bij de laatste jacht in de herfst een kogel in de dij gekregen had. Wat in de wereld gebeurt er toch met het bos? Vroeg Karr, toen hij bij de elanden kwam, die met hangende koppen en ver voor uitstekende bovenlip stonden te wachten en er nadenkend uitzagen. Dat kan niemand zeggen, antwoordde Grauwvel. Dit insectenvolk hier is het meest machteloze in het hele bos geweest en heeft vroeger nooit enige schade gedaan. Maar in de laatste jaren is het snel aangegroeid in aantal en nu lijkt het wel alsof ze het hele bos zullen vernielen. Ja, het ziet er lelijk uit, zei Karr, maar ik merk dat de wijzen uit het bos hier bijeen zijn om te beraadslagen. En zij hebben er misschien iets op gevonden. Toen de hond dat zei, hief Kromrug plechtig zijn zware kop op, klapte met de lange oren en zei, we hebben je hier geroepen, Karr, om te horen of de mensen iets weten van deze verwoesting. Nee, zei Karr, zover in het bos komen immers geen mens, wanneer de jacht niet geopend is. Zij weten niets van dit ongeluk. Wij, die in het bos oud geworden zijn, zei toen Kroonhoorn, geloven niet dat wij dieren ons alleen tegen dit insectenvolk kunnen verweren. Wij vinden het ene bijna een even groot ongeluk als het andere, zei Ruigmaan. Met de rust in het bos is het in ieder geval uit. Maar we kunnen het hele bos niet laten bederven, zei Grootsterk. We hebben geen keus. Karr begreep dat het de elanden zwaar viel voor de dag te komen met wat ze wilden zeggen, en hij probeerde hen te helpen. Het is misschien de bedoeling dat ik de mensen zal laten weten hoe het hier gaat. Toen begonnen alle vier de oude met de kop te knikken. Het is een groot ongeluk hulp van de mensen te moeten vragen, maar we weten geen andere raad. Kort daarna was Karr op weg naar huis, terwijl hij haastig voortliep, diep bekommerd over alles wat hij gezien en gehoord had, kwam hem een grote, zwarte slang tegemoet. Welkom in het bos, siste de slang. Goedendag, blafte Karr, en liep voorbij zonder stil te staan. Maar de slang keerde om en probeerde hem in te halen. Misschien is hij ook ongerust over het bos, dacht Karr, en bleef staan. De slang begon dadelijk over de grote verwoesting te spreken. Als de mensen hier komen, is het uit met onze rust en vrede, zei hij. Daar ben ik ook bang voor, zei Karr. Maar de oude elanden in het bos weten wel wat ze doen. Ik geloof wel dat ik een beter raad weet, zei de slang. Als ik maar het loon kreeg dat ik verlang. Ben jij het soms die ze help mij noemen? Vroeg de hond verachtelijk. Ik ben al een oude bosbewoner, zei de slang. Ik weet hoe je dat ongedierte wegkrijgen kunt. Als je het maar wegkrijgen kunt, zei Karr, denk ik wel dat niemand je weigeren zal, wat je ook begeert. Toen Karr dat zei, glipte de slang onder een boomwortel en zette het gesprek niet voort, voor hij veilig in een nauw gat lag. Groet dan Grauwvel van mij, zei hij, en zeg hem dat, als hij van het Frietsbos weg wil trekken en niet ophouden voor hij zo ver naar het noorden gekomen is, dat er geen eik meer in het bos groeit, en hier niet terugkomen, voor de slang help mij dood is, ik ziekte en dood zal zenden over al die larven die langs de takken kruipen en ervan eten. Wat zeg je daar? Vroeg Karr. En de haren op zijn rug begonnen op te staan. Wat heeft Grauwvel je voor kwaad gedaan? Hij heeft haar doodgeslagen, die me het liefste was, zei de slang. En ik wil me op hem wreken. Eer de slang nog had uitgesproken,
deed Karr een aanval op hem, maar hij lag veilig onder de boomwortel. Lig daar zolang je wilt, zei Karr eindelijk. We zullen de denneneters zonder jou wel wegkrijgen. De volgende dag gingen de ijzerfabrikant en de boswachter langs het bospad. Karr liep eerst naast hen, maar na een poosje verdween hij. En kort daarna klonk een luid blaffen uit het bos. Dat is Karr, die weer aan het jagen is, zei de ijzerfabrikant. De boswachter wilde het niet geloven. Karr heeft al jarenlang geen ongeoorloofde jacht gehouden, zei hij. Hij liep het bos in om te zien wat voor een hond daar blafte, en de ijzerfabrikant volgde hem. Ze volgden het blaffen tot waar het bos het dichtste was. Maar toen ze daar gekomen waren, hield het op. Ze bleven staan om te luisteren. En daar in de stilte hoorden zij de kaken van de larven werken, zagen ze hoe de naalden naar beneden vielen, als regen, en roken ze de sterke geur. Maar merkten ze ook hoe alle bomen waren aangetast door de larven van de nonvlinders, de kleine boomvijanden, die mijlen in het rond de bomen kunnen vernielen. De grote nonnenoorlog. Het volgend voorjaar kwam Karr op een morgen door het bos. Karr, Karr, riep iemand hem na. Karr keerde zich om. Hij had goed gehoord. Het was een oude vos, die buiten zijn hol stond en hem riep. Zeg me even of de mensen wat voor het bos doen, zei de vos. Ja, wees daar maar zeker van, zei Karr. Zij werken ervoor, zo hard zij kunnen. Ze hebben mijn hele familie vermoord, zei de vos. En zij zullen mij ook nog wel eens vermoorden. Maar dat alles zal hun vergeven worden, als zij het bos maar helpen. Karr kon nooit door het kreupelhout lopen dat jaar, zonder dat iemand hem vroeg of de mensen het bos konden helpen. Het was niet zo gemakkelijk voor hem hierop te antwoorden, want de mensen wisten zelf niet of het hun zou gelukken de nonnen te overwinnen. Als men eraan denkt hoe gevreesd en gehaat het oude Kolmarden was geweest, was het wonderlijk te zien hoe meer dan 100 man dagelijks het bos introkken en er werkten om het van de ondergang te redden. Ze velden de bomen die het meest beschadigd waren, kapten het onderhout weg en sneden de laagste takken af, opdat de larven niet zo gemakkelijk van boom tot boom zouden kruipen. Ze hieven brede paden om het aangetaste bos heen en legden met lijm bestreken stangen uit, opdat de larven daar ingesloten zouden worden en geen nieuw grondgebied meer veroveren. Toen dat gedaan was, begonnen ze lijmringen aan te leggen om de bomen. Het was de bedoeling dat men op die manier de larven zou verhinderen uit de bomen te komen, die ze al kaal gegeten hadden, en hen dwingen te blijven waar ze waren en daar dood te hongeren. De mensen gingen met dit werk door, tot laat in de lente. Ze waren vol hoop en wachtten bijna met ongeduld de tijd af dat de larven uit de eieren zouden komen. Ze waren er zeker van dat ze hen zo goed hadden ingesloten dat de allermeeste van honger moesten sterven. Toen kwamen de larven uit in het begin van de zomer en er waren oneindig meer dan het vorig jaar. Maar dat deed er immers niet toe, als ze maar ingesloten waren en geen voedsel genoeg konden vinden. Maar dat ging toch niet juist, zoals men had gehoopt. Wel waren er larven die aan de lijmstaven vastraakten. En er waren massa's die door de lijmringen verhinderd waren uit de bomen naar beneden te komen. Maar men kon niet zeggen dat de larven ingesloten waren. Ze waren binnen en buiten de opsluitende ringen. Ze waren overal. Ze kropen over de weg, op de tuinheggen, langs de muren. Ze zwierven over de grenzen van het Frietbos naar andere gedeelten van Kolmarden. Ze houden niet op voor al onze bossen vernield zijn, zeiden de mensen. Ze waren in de grootste angst en konden niet in het bos komen zonder tranen in de ogen te krijgen. Karr walgde zo van al dat kruipende knagend gedierte dat hij het bijna niet over zich verkrijgen kon de deur uit te gaan. Maar op een dag vond hij dat hij eens moest gaan horen hoe Grauwvel het had. Hij sloeg de naaste weg in naar zijn velden en liep haastig voort, met de neus langs de grond. Toen hij bij de boomwortel kwam, waar hij het vorig jaar Help mij had ontmoet, lag hij daar weer en riep hem. Heb je met Grauwvel gesproken over wat ik je laatst gezegd heb? Vroeg de slang. Karr blafte alleen maar en probeerde bij hem te komen.
Doe dat in ieder geval, zei de slang. Je ziet immers wel dat de mensen geen raad weten voor deze verwoesting. Ja, jij ook niet, antwoordde Kar en liep verder. Kar vond Grauwvel, maar de eland was zo somber gestemd dat hij nauwelijks groette. Hij begon dadelijk over het bos te praten. Ik weet niet wat ik er niet voor geven zou als die ellende ophield, zei hij. Dan zal ik je toch vertellen dat je het bos redden kunt, zei Kar en bracht nu de boodschap van de slang over. Als het iemand anders dan Help mij was die dat beloofde, zou ik dadelijk in ballingschap gaan, zei de eland. Maar hoe zou nu een arme slang zo'n macht hebben? Het is natuurlijk maar pocherij, zei Kar. Slangen doen altijd alsof ze meer weten dan andere dieren. Toen Kar naar huis zou gaan, bracht Grauwvel hem een eind weg. Kar hoorde toen een lijster, die in een dennetop zat, begon te roepen. Daar komt Grauwvel aan, die het bos heeft vernield. Kar meende dat hij het niet goed gehoord had, maar een ogenblik later kwam een haas aanrennen over het pad. Toen de haas hen zag, bleef hij stilstaan, klapte met de oren en riep, daar komt Grauwvel aan, die het bos heeft vernield. Toen rende hij weg, zo hard hij kon. Wat bedoelen ze daarmee? Vroeg Kar. Dat weet ik niet precies, zei Grauwvel. Ik denk dat het kleine volkje in het bos ontevreden over me is, omdat ik de raad gaf de hulp van de mensen in te roepen. Al hun schuilplaatsen en woningen zijn verwoest toen het onderhout werd weggekapt. Ze liepen nog een poos samen voort en Kar hoorde dat van alle kanten werd geroepen, daar komt Grauwvel aan, die het bos heeft vernield. Grauwvel deed alsof hij het niet hoorde, maar Kar meende nu te begrijpen waarom hij zo gedrukt was. Zeg Grauwvel, vroeg Kar snel, wat meent de slang daarmee, dat je iemand zou hebben doodgeslagen van wie hij zoveel hield? Hoe kan ik dat weten, zei Grauwvel. Je weet dat ik nooit iemand doodsla. Kort daarna ontmoetten zij de vier oude elanden, Kromrug, Kroonhoorn, Ruigmaan en Grootsterk. Ze kwamen langzaam en bedachtzaam aanstappen, achter elkaar. Welkom in het bos, riep Grauwvel ze tegen. Goedendag, antwoordden de elanden. We zochten je juist, Grauwvel, om met je over het bos te spreken. We hebben gehoord, zei Kromrug, dat er hier een misdaad in het bos is gebeurd en dat het hele bos wordt verwoest, omdat die daad niet gestraft is. Wat is dat voor een misdaad? Er is iemand die een onschadelijk dier heeft gedood, dat hij niet eten kon. Zoiets wordt hier in het Frietsbos voor een misdaad gehouden. Wie is dat die zoiets schandelijks heeft gedaan? Vroeg Grauwvel. Het schijnt dat het een eland is. En nu wilden we je vragen of je weet wie dat wezen kan. Nee, zei Grauwvel. Ik heb nooit over een eland horen spreken die een onschadelijk dier heeft gedood. Grauwvel nam afscheid van de oude elanden en ging met Kar verder. Hij werd al stiller en liep met gebogen kop. Zij kwamen voorbij Krule, de adder, die daar in haar hol lag. Daar loopt Grauwvel, die het bos heeft vernield, siste Krule, zoals al de anderen. Nu verloor Grauwvel zijn geduld. Hij ging op de adder toe en lichtte de voorpoot op. Ben je van plan mij dood te slaan, zoals je de oude slang hebt doodgeslagen? Heb ik een slang doodgeslagen? Vroeg Grauwvel. De eerste dag toen je in het bos kwam, sloeg je de vrouw van de slang Help mij dood, zei Krule. Grauwvel ging snel van Krule weg en bleef met Kar doorlopen. Opeens stond hij stil. Kar, ik heb de misdaad begaan. Ik heb een onschadelijk dier doodgeslagen. Om mij wordt het bos verwoest. Wat zeg je toch? Viel Kar in de rede. Zeg jij maar aan de slang, Help mij, dat Grauwvel vannacht in ballingschap gaat. Dat zeg ik nooit, zei Kar. Het is een gevaarlijk land voor elanden, daar in het noorden. Meen je dat ik hier blijven wil, nu ik zo'n ongeluk heb aangericht? Vroeg Grauwvel. Ga nu niet overhaast te werk. Wacht nu tot morgen, voor je iets doet. Jij hebt me geleerd dat de elanden één zijn met het bos, zei Grauwvel. En met die woorden ging hij van Kar weg. Kar ging naar huis, maar dit gesprek had hem onrustig gemaakt. En al de volgende dag ging hij opnieuw het bos in, om de eland te ontmoeten. Toen was Grauwvel nergens te vinden, en de hond zocht ook niet lang naar hem. Hij begreep dat Grauwvel de slang aan zijn woord had gehouden en in ballingschap was gegaan. Op de terugweg was Kar onbeschrijfelijk somber. Hij kon niet begrijpen dat Grauwvel zich door die stumper van een slang liet wegpraten.
Hij had nooit van zo'n dwaasheid gehoord. Wat kon die help mij nu voor macht hebben? Toen Karr in die gedachte verdiept voortging, zag hij de boswachter die naar boven stond te wijzen bij een boom. Waar kijk je naar? Vroeg een man die naast hem stond. Er is een ziekte onder de larven uitgebroken, zei de boswachter. Karr was ongelooflijk verbaasd, maar hij ergerde zich er bijna nog meer over dat de slang de macht had gehad zijn woord te houden. Nu zou Grauwvel wel een oneindig lange tijd moeten wegblijven, want die slang zou wel nooit sterven. Maar juist toen Karr het bedroefdste was, viel hem een gedachte in die hem een beetje troostte. De slang hoeft waarschijnlijk zo oud niet te worden, dacht hij. Hij zal wel niet altijd veilig onder een boomwortel liggen. Als hij maar eerst de larven heeft weggemaakt, weet ik wel wie hem doodbijten zal. Werkelijk was er een ziekte onder de larven uitgebroken, maar de eerste zomer was die niet zo erg verbreid. Nauwelijks was die uitgebroken of de larven hadden zich verpopt. Uit de poppen kwamen miljoenen vlinders. Zij vlogen 's nachts rond als een sneeuwstorm tussen de bomen en legden een ontelbaar aantal eieren. Het volgend jaar kon men nog grotere verwoesting verwachten. De verwoesting kwam, maar niet alleen over het bos, maar ook over de larven zelf. De ziekte verspreidde zich snel van het ene bos naar het andere. De zieke larven aten niet meer, kropen naar de top van de boom en stierven daar. De vreugde onder de mensen was groot toen zij hen zagen sterven, maar nog groter onder de bosdieren. Karr, de hond, liep dagelijks rond met een boosaardige vreugde in zijn hart en dacht aan het ogenblik dat hij Help mij zou doodbijten. Maar de larven hadden zich mijlenver over de dennenbossen verspreid en ook deze zomer bereikte de ziekte hen allen nog niet. Vele bleven leven tot ze poppen en vlinders werden. Met de vogels kreeg Karr groeten van Grauwvel en de boodschap dat hij leefde en het goed had. Maar de vogels vertelden Karr in vertrouwen dat Grauwvel al verscheiden malen door wilddieven vervolgd was geworden en dat hij maar met de grootste moeite was ontkomen. Karr leefde in zorgen, verlangen en verdriet. En nog moest hij 2 zomers wachten, toen eerst waren alle larven weg. Nauwelijks hoorde Karr de boswachter zeggen dat het bos buiten gevaar was, of hij ging op jacht om Help mij te zoeken. Maar toen hij in het kreupelhout kwam, ontdekte hij iets verschrikkelijks. Hij kon niet meer jagen, niet springen, zijn vijand niet meer opsporen. Hij kon zelfs niet meer zien. Onder het lange wachten was de ouderdom over Karr gekomen. Hij was oud geworden, zonder dat hij het had gemerkt. Hij kon niet eens meer een slang doodbijten. Hij was niet in staat zijn vriend Grauwvel van zijn vijand te bevrijden. De wraak. Op een middag streek Akka van Kebnekaise en haar troep neer aan de oever van een bosmeer. Ze waren nog in Kolmarden, maar ze hadden Oost-Gotland verlaten en bevonden zich nu in Jonakker in Sörmland. De lente was uitgebleven, zoals vaak gebeurt in bergstreken, en het ijs dekte het gehele meer op een strook open water langs de kust na. De ganzen vlogen dadelijk in het water om te baden en naar voedsel te zoeken. Maar Niels Holgersson had die morgen zijn ene klomp verloren en hij liep tussen de elzen en berken door die aan de oever groeiden naar iets te zoeken dat hij om de voet kon binden. De jongen moest tamelijk ver lopen eer hij iets bruikbaars vond en hij keek onrustig rond, want hij hield niet van het bos. Nee, dan heb ik de vlakte en de zee liever, dacht hij. Daar kun je zien waar je op afgaat. Als het nog een beukenbos was, kon je er nog door, want daar is de grond bijna kaal. Maar die berken en dennenbossen, die zo woest en ongebaand zijn, ik begrijp niet hoe de mensen het erin uithouden. Als ik hier de baas was, liet ik alles weghakken. Eindelijk kreeg hij een stuk berkenbast in het oog en stond dat juist om zijn voet te passen, toen hij een geritsel achter zich hoorde. Hij keerde zich om en zag dat een slang door de takken recht op hem aankwam schieten. Hij was buitengewoon lang en dik, maar de jongen zag dadelijk dat hij een witte vlek op iedere wang had en bleef rustig staan. Dat is maar een slang, dacht hij. Die kan mij toch niets doen. Maar het volgend ogenblik kreeg hij van de slang
zo'n sterke stoot voor de borst dat hij omviel. De jongen kwam gauw weer op de been en sprong weg, maar de slang vervolgde hem. De grond was vol takken en stenen. De jongen kwam niet heel gauw voort en de slang was hem dicht op de hielen. Opeens zag de jongen voor zich uit een grote steen met steile kanten en hij klauterde erop. Hier zal de slang toch wel niet bij me kunnen komen, dacht hij. Maar toen hij goed en wel boven gekomen was en omkeek, zag hij dat de slang probeerde achter hem aan te komen. Dicht bij de jongen, op de top van het blok, lag een andere steen, bijna zo rond en groot als het hoofd van een man. Die lag helemaal los op een smalle kant. Het was onbegrijpelijk hoe die daar zo kon blijven liggen. Toen de slang dichterbij kwam, sprong de jongen achter die ronde steen en gaf hem een stoot. Hij rolde naar beneden, vlak op de slang, trok hem mee naar de grond en bleef op de slangenkop liggen. Die heeft zijn werk netjes gedaan, dacht de jongen, en haalde diep adem toen hij zag hoe de slang na een paar heftige rukken stil bleef liggen. Ik geloof niet dat ik op deze reis ooit in groter gevaar ben geweest. Hij had nog maar pas tijd gehad om tot zichzelf te komen toen hij een geruis boven zich hoorde en een vogel op de grond vlak naast de slang zag neerstrijken. Die was gebouwd als een kraai en ook zo groot. Maar hij had een mooi gewaad van zwarte veren aan, met een metaalachtige glans erover. De jongen kroop voorzichtig weg in een spleet in de steen. Hij herinnerde zich nog levendig dat avontuur toen de kraaien hem hadden weggeroofd en wilde zich niet zonder noodzaak vertonen. De zwarte vogel liep met grote stappen heen en weer langs het lichaam van de slang en keerde dat met de snavel om. Eindelijk klapte hij met de vleugels en riep met een stem zo schel dat ze pijn deed in de oren. Dat is vast en zeker, help mij, de slang die hier dood ligt. Hij liep nog eens langs hem en toen bleef hij staan, in diepe gedachten verzonken en krabde zich met een voet in de nek. Het is onmogelijk dat er twee zulke grote slangen hier in het bos kunnen zijn, zei hij. Hij is het zeker. Hij was juist van plan de snavel in de slang te steken, maar opeens hield hij zich in. Je moet geen ezel zijn, Bataki, zei hij. Je kunt er toch niet aan denken de slang op te eten voor je kar hier geroepen hebt. Hij zou niet durven geloven dat Help mij dood is, als hij hem niet zelf ziet. De jongen probeerde zich stil te houden, maar de vogel was zo vermakelijk plechtig, zoals hij daar in zichzelf liep te praten, dat hij het lachen niet laten kon. De vogel hoorde hem en met één vleugelslag was hij boven op de steen. De jongen stond gauw op en kwam hem tegemoet. Ben jij niet Bataki, de raaf, een goede vriend van Akka van Kebnekaise? Vroeg de jongen. De vogel keek hem aandachtig aan en knikte toen drie keer met de kop. Jij bent toch niet de jongen die met de wilde ganzen rondvliegt en die ze Duimelot noemen? Ja, dat heb je niet zo helemaal mis, zei de jongen. Dat is heerlijk dat ik jou ontmoette. Kun je misschien zeggen wie die slang heeft doodgeslagen? Dat deed de steen die ik naar beneden op zijn kop liet rollen, antwoordde de jongen en vertelde hoe alles was gegaan. Dat was flink voor zo'n kleintje als jij, zei de raaf. Ik heb hier een vriend in de buurt die blij zal zijn dat de slang dood is en ik wou dat ik ook eens wat voor jou kon doen. Vertel me dan waarom je zo blij bent dat die slang dood is, zei de jongen. Och, antwoordde de raaf, dat is een lang verhaal. Je hebt toch geen geduld daarna te luisteren. Maar de jongen beweerde dat hij dat wel had. En nu vertelde de raaf de hele geschiedenis van Kar en Grauwvel en de slang Help mij. Toen hij klaar was, zat de jongen een poos stil voor zich uit te kijken. Ik dank je wel, zei hij. Het is alsof ik het bos beter begrijp nu ik dat gehoord heb. Ik zou wel eens willen weten of er nu nog iets van het grote Frietsbos over is. Het meeste is al verwoest, zei Bataki. De bomen zien eruit alsof ze in brand hebben gestaan. Ze moeten geveld worden en het duurt veel jaren eer het bos wordt wat het geweest is. Die slang daar heeft zijn dood verdiend, zei de jongen. Maar hoe wist hij zo zeker dat hij de larven ziek kon maken? Misschien wist hij dat ze op die manier gewoonlijk ziek worden, zei Bataki. Ja, dat kan wel wezen, maar ik moet zeggen dat hij toch in ieder geval een heel verstandig dier was. De jongen zweeg.
De raaf hoorde niet naar hem, maar zat met de kop afgewend te luisteren naar iets anders. Hoor, zei hij, Karr is hier in de buurt. Nu zal hij blij zijn als hij hoort dat Held mij dood is. De jongen keek naar de kant waarvan het geluid kwam. Hij spreekt met de wilde ganzen, zei hij. Ja, hij heeft zich zeker voortgesleept naar de oever van het meer, om wat van Grauwvel te horen. De raaf en de jongen sprongen beiden van de steen en liepen snel naar het meer. Al de ganzen waren uit het water gekomen en stonden te praten met een oude hond, die zo gebrekkig en zwak was, dat men de indruk kreeg dat hij ieder ogenblik dood neer kon vallen. Daar heb je Karr, zei Bataki tegen de jongen. Laat hem nu maar eerst horen wat de wilde ganzen hem hebben te vertellen. Daarna zullen wij hem zeggen dat de slang dood is. Ze hoorden Akka tegen Karr spreken. Het gebeurde verleden jaar, toen we onze voorjaarsreis deden, zei de gans. We waren uitgevlogen, Eiksi, Kaksi en ik, in de morgen, van Siljan in Dalekarlië. En we kwamen over de grote grenswouden tussen Dalekarlië en Helsingland. We zagen niet anders onder ons dan het zwart-groene naaldbos. De sneeuw lag nog hoog tussen de bomen. De rivieren waren bevroren. Hier en daar zagen we een zwart wak. En aan de oevers van de rivieren was de sneeuw gedeeltelijk weg. We zagen bijna geen steden of hoeven. Enkel grauwe herdershutten, die 's winters leeg stonden. Hier en daar liepen smalle kronkelende bospaden, waar de mensen in de afgelopen winter hout langs hadden gereden. Beneden bij de rivieren lag het hout opgestapeld. Terwijl we daar vlogen, zagen we drie jagers die beneden in het bos wandelden. Ze liepen op sneeuwschoenen. Ze hadden honden aan touwen. Messen in de gordel, maar geen geweren. Er was een hard bevroren korst op de sneeuw, en ze keken niet naar de kronkelende bospaden, maar liepen recht uit. Het scheen dat ze wel wisten waar ze heen moesten, om te vinden wat ze zochten. Wij, wilde ganzen, vlogen daarboven in de hoogten en konden het hele bos overzien. Toen we de jagers gezien hadden, wilden we ook graag het wild zien. We begonnen heen en weer te vliegen en tussen de takken te kijken. We zagen toen in een dicht kreupelhout iets dat op grote, met mos begroeide stenen leek. Maar stenen konden het toch niet zijn, want er lag geen sneeuw op. We daalden snel naar beneden en streken midden in het kreupelhout neer. Toen bewogen de drie steenblokken zich. Het waren drie elanden die daar in het donker bos lagen, een stier en twee koeien. De elandstier stond op toen we neerstreken en kwam op ons af. Het was het grootste en mooiste dier dat we ooit gezien hadden. Maar toen hij zag dat het maar een paar armzalige wilde ganzen waren die hem hadden wakker gemaakt, ging hij weer liggen. Nee, vadertje, ga niet liggen slapen, zei ik toen tegen hem. Vlucht, zo gauw je kunt. Daar zijn jagers in het bos en ze komen recht op dit elandleger aan. Dank je wel, ganzenmoedertje, zei de eland. En het was alsof hij weer insliep onder het praten. Maar je weet wel dat wij elanden hier veilig zijn in deze tijd. Ze mogen niet op ons jagen. Die jagers zijn zeker op vossenjacht. Er waren veel vossensporen in het bos, maar die volgden de jagers niet. Geloof me nu, vadertje, ze weten dat jullie hier liggen. Ze komen hier om jullie neer te vellen. Ze hebben geen geweer bij zich, omdat ze geen schot in het bos durven te lossen in deze tijd van het jaar. De elandstier bleef even kalm liggen. Maar de koeien werden onrustig. Het is misschien waar wat de ganzen zeggen, zeiden ze, en begonnen op te staan. Blijven jullie maar stil liggen, zei de stier. Er komen hier geen jagers in het kreupelbos. Daar kun je zeker van zijn. Daar was niets aan te doen. En wij vlogen weer op, maar we bleven heen en weer vliegen over dezelfde plaats, om te zien hoe het met de elanden zou gaan. Nauwelijks waren wij op onze gewone hoogte gekomen, of we zagen dat de elandstier uit het kreupelhout kwam. Hij snoof rond in alle richtingen en ging toen regelrecht de jagers tegemoet. Terwijl hij voortliep, trapte hij op dorre takken, zodat ze knapten met luid gekraak. Een groot kaal moeras lag in zijn weg. Daar liep hij heen en ging midden op het open moeras staan, waar niets hem verborg. Daar stond de eland tot de jagers tevoorschijn kwamen, aan de zoom van het bos. Toen zwenkte hij en vluchtte naar een andere kant dan van waar hij gekomen was. De jagers lieten de honden los
en liepen zelf op hun sneeuwschoenen, zo hard zij konden, achter hem aan. De eland had de kop achteruit op de rug gelegd en sprong in de snelst mogelijke vaart voort. Hij sloeg zoveel sneeuw op, dat die in een wolk om hem heen stond. Honden en jagers bleven ver achter hem. Nu en dan bleef hij staan, als om hen op te wachten. En als ze weer in het zicht kwamen, stormde hij opnieuw voort. We begrepen dat het zijn bedoeling was de jagers weg te lokken van de plaats waar de koeien lagen. We vonden dat hij dapper was, omdat hij zelf in het gevaar ging om de zijne rust te geven. Geen van ons zou willen heen gaan, voor we hadden gezien hoe dit afliep. De jacht duurde op die manier een paar uur. We verwonderden er ons over dat de jagers de moeite namen de eland te volgen, nu ze niet met geweren gewapend waren. Ze konden toch niet menen dat ze het tegen zulk een draver als hij konden volhouden. Maar toen zagen we dat de eland niet meer zo hard liep als in het begin. Hij zette de poten voorzichtiger in de sneeuw. En als hij ze optrok, zagen we bloed in het spoor. Toen begrepen we waarom de jagers zo volhielden. Ze rekenden op de hulp van de sneeuw. De eland was zwaar en bij elke stap die hij deed, zonk hij tot op de bodem van de sneeuwlaag. Maar de harde korst daarbovenop schaafde zijn poten stuk. Die schrapte het haar af en maakte gaten in de huid, zodat hij pijn had, telkens als hij de poten neerzette. De jagers en de honden, die zo licht waren dat ze over de ijskorst konden lopen, vervolgden hem voortdurend. Hij vluchtte en vluchtte telkens opnieuw, maar meer en meer werd zijn loop onzeker en struikelend. Hij blies heftig. Het was niet genoeg dat hij zoveel pijn leed. Hij werd ook moe van het waden door de diepe sneeuw. Eindelijk verloor hij zijn geduld. Hij bleef staan om de jagers en honden bij zich te laten komen en met hen te vechten. Terwijl hij daar stond te wachten, keek hij op en toen hij ons zag, terwijl we boven hem zweefden, riep hij: "Blijf nu hier, wilde ganzen, tot alles voorbij is. En als je over Kolmarden vliegt, zoek dan Kar de hond op en zeg hem dat zijn vriend Grauwvel een goede dood gestorven is." Toen Akka zo ver gekomen was, stond de oude hond op en ging twee stappen naar haar toe. "Grauwvel heeft een goed leven geleid," zei hij. "Hij kent mij. Hij weet dat ik een dappere hond ben en dat ik blij zou zijn als ik hoorde dat hij een goede dood stierf. Vertel me nu hoe." Hij hief de staart en de kop op, als om een fiere, flinke houding aan te nemen. Maar hij zonk weer neer. "Kar, Kar," riep nu een mensenstem uit het bos. De oude hond stond haastig op. "Dat is de baas die me roept," zei hij, "en ik wil hem niet laten wachten. Ik zag hem zijn geweer laden, en nu zullen wij beiden voor het laatst het bos ingaan. Ik dank je wel, de gans. Nu weet ik alles wat ik nodig heb te weten om tevreden de dood tegemoet te gaan." Einde van hoofdstuk 22.